Kijk eens aan. Bovenop is alles schoon, 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 schoon. Hallo lieve vrienden, een hele welkom bij een gloednieuwe vlog weer van Corina en de Beestenboel. Ja, het is vreemd gek, achtig weer. Zo schijnt de zon en dan trekt het weer dicht en de lucht is scherp. Ik zie wat blauw, maar ik zie ook bewolking en het is niet echt prettig meer qua lucht. Het zicht doet zeer aan je ogen, het is scherp. Maar oké, ik daar een zonnebril voor, die doe ik straks ook op. Ik heb wel een kleurde glaas, dat helpt voor mij niet eens wat dat er gaat. Vandaag zou mijn begeleidster komen, maar die is niet geweest. Die heeft een appje gestuurd, keurig netjes. Dat ze moest geheel onverwacht naar mijn andere cliënt, naar het ziekenhuis. Nou ja, dat kan gebeuren, weet je. Ja, dat is nou eenmaal zo. En dan komt het gewoon een andere keer wat langer, weet je. Maar dat maakt niet allemaal niet uit. Wel, nee, ik red mezelf ook wel. Oké, dat was misschien alweer draai, et cetera. Dus ja, en weer een was opgehangen ook. Dus prima toch? En ik ga nou lekker even met mijn hondjes lopen. En als ik dan terugkom, ik heb mijn spel al opgestart, ga ik even een spelletje doen. Even dat op orde brengen, dat moet je bijhouden. En dan, hoe heet het dan? Ga ik een bakje koffie doen en ik ga verder helemaal niet weg. Ja, gewoon normaal lopen met mijn hondjes. Maar ik ga niet lange dingen doen dat ik lang onderweg ben. En dan gaat de telefoon en dat is Karin. Mag ik even bij, wijfie? En dat is zo. Hey schat, ik was net aan het vloggen. Hallo. Ik was net aan het vloggen en daarna zou ik met de meisjes wandelen even. Ah, oké. Okay. Ja, dat kan ook gebeuren. Ja, daarom. Maar in ieder geval, ja, dat is de bedoeling. En dan belt Karin dus even. Dus ja, daar kan ik ook niks aan doen. Maar dat komt allemaal wel goed, lieve vriend, ik zou zeggen. Geniet van je dag. Wat je ook doet, vul hem zelf in. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Hallo lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, ik was al inmiddels wel weer thuis en nog steeds ook Karin aan de telefoon hangen. Ook heb ik al een verlaten lunch genomen. Ik had nog niet gegeten. Maar ik had van de week, met behulp van Karin, wat besteld voor mijzelf. Een heupgordel waar ik de dames aan vast kan koppelen. Een speciale heupgordel. Ik vroeg aan Karin wanneer kreeg jij hem binnen dat jij hem besteld had. Nou ja, oké, zo en zo, prima. Ik doe net mijn deur op slot, kan de bus aanrijden. Dus ik naar voren gestiefeld met de meisjes. En ik heb hem. Dus we gaan hem samen eventjes openmaken. Gezellig. Toch, Karin? Nee, hè? Ja, dan moet ik wel even een schaar hebben, want ik trek het gewoon tot zo'n gekke pot. Hij gaat niet open. Even tussen mijn benen in. Hup. Kijken of het nou wil. Ja, even een knipje geven. Nou, ik haal er eerst een of andere folder eruit. Twee maal. Ja, wat het allemaal is, ik weet het niet. Boeit me ook 1, 2, 3 niet. Die schaar kan, nee, stel je voor dat er wat aan hangt dat er een kavel moet knippen. Oh, er zit meer in. Nog een folder. En nog een kaartje, een briefje. Een snackie. Weer een snackie. Nou, hebben jullie ook weer wat lekker. Ja, nou, en ja, wat doe je met die zak? Nou, heel makkelijk. Gewoon vuil in doen.
Ja. Dus, die leg ik eventjes op de salontafel. Maak je een vouwling. En, dan hebben we een hele stiekje om dat spul heen. Die bewaren we ook. Kun je altijd weer gebruiken. Nou. Kijk eens aan. Die moet ik om mezelf heen. En dit krijgen de dieren. Dus, ja. Nou, ik zal eerst eventjes kijken waar die van mij zit. Die zit daar. En het kaartje laat ik eerst natuurlijk even hangen. Dat kon er allemaal af, zei jij, die zakjes? Ja, die kinderen af. En dat kinderen ook af. Nou, dan moet je eerst een stok hebben. En dan gaan we eerst even staan. Even aan de kant van mijn stoel. Zo. En moet ik even kijken. Oh, wacht even. Dat moet ook nog los. Dat dingetje. Kom. Godje, dit nog. Hij kan eraf, dat weet ik. Ja, hij is eruit. Dat is eruit. Nou, eens even kijken. Hij moet zo op. Uiteraard. Hup. Die is hier natuurlijk veel te groot nu, maar dat is het niet. Daar hebben we een verstelband voor. En de jas moet er nog tussen, dus daar moet ik ook rekening mee houden. Dus dat moet ik eigenlijk met mijn jas doen. Waar is dat groene voor? Weet ik niet. Heb jij er ook groen aan de binnenkant bij die band die voor de dames bedoeld is? Ja. Oh. En dan koppel ik hier de dames aan. Het is een heupgordel, dus ja, dat moet ergens hier zitten. Dan komen de dames hier al aan. En lopen maar. Nou, hup, ideaal. Enkel ik moet mijn jas eronder passen. Maar dat doen we vanavond wel. Ik ga nou echt niet mijn jas doen. Ideaal, ik ben er blij mee. Echt wel. Ik ben er super blij mee. Maar ik ga nou mijn jas niet aandoen. Daar heb ik het nou even te warm voor. Er zit maar een 1. Een groen. Oh nee, aan weerskanten. Weerskanten. Ja, en dat is niet waar de dames aan komen, maar. Dat is aan jouw kant. Jouw band. Daar zit een stukje groen tussen. En dan is de zwarte band daar gerimpeld. Altijd. Oh, altijd. Dat is om het trekken niet in zo in uw rug te voelen. Oh, dan moet ik wel weer de schaar hebben. En die ligt trouwens hier nog. Want dat kan afgeknipt worden. Moet ik even zien hoe ze dat hebben. Daar. Zo. Nou. En dan gaan we verder koekeloeren, want we zijn er nog niet. En een leuk zakje, denk je dan. Nou, die kan dus open. En van de zomer, als het warm is, kan ik daar mijn sleutels in doen. De telefoon die ik altijd in mijn tasje van de rollator. En dus dat is makkelijk. Dat, maar hier kan ik mijn sleutels in doen. Die kan ik daar ook wel in doen, maar ik heb maar zoveel vakken op in dat tasje aan mijn rollator. En ik heb de roddelring er nou ook standaard maar bij in gedaan. Dus ja, als je daar je sleutels bij doet, moet je zoeken naar je sleutels vanwege de roedelriem. Doe je hem bij je telefoon, dan beschadig je telefoon. En in dat andere zakje, ja, dan heb ik meestal andere dingen. Dan is het ook zoeken naar je sleutels. Nou, dan heb ik hier nog een leuk tasje. Die koppel ik er even af.
Dan kan ik die even aan de kant leggen. En dan kijken we wat dit is. Nou, ik kan mijn hand erin doen. En dan haal ik wat naar boven. Ja. En voilà, wat heb je dan? Een drinkersbak voor je lieftallige hond. Of hondjes. Slash etensbakje. Dus ja, je zou ook een doekje mee kunnen nemen als het eerst water hebt gedronken, omdat het zo'n dorst heeft, even af te drogen en daarna brokjes erin. Ideaal, toch? Ik zeg ja. Als je een hond hebt, al is het er maar één, maakt niet uit. Koop zo'n heup erin, zo'n heupgordel of een andere gordel wat jij wilt. Maar dan heb je handen vrij. Stel je bent aan het roken, dat je een roker bent. Met een hond in je hand kan jij niet een checkie draaien of een sigaret pakken en aansteken. Dat lukt allemaal niet. Ben je een jogger, dat je hard, dat je snel wilt lopen, dan heb je handen ook vrij, kan je doorgaan. En je hondje loopt mee. Ja, en dat zit gewoon om je heen. Ideaal. Ik heb me al later vast, dus ja, ik kan ook niet zomaar stoppen. Dus, maar ik vind dit grandioos bedacht. Nou, dan draaien we hem weer om. Dan moet ik even zien hoe ik hem er dan weer in krijg. Ik wil ik krijg een telefoontje. Oké. Okay. Ja, hallo? Hey, Patrice. Hey. Hey, hoe is het? Ja, goed. Dank je. Nou. En dan doen we dit eventjes, dat proberen we er gewoon weer even in te doen. Maar dan moet ik wel willen. En dat zal je altijd eventjes zien. Je krijgt het heel makkelijk uit, want je krijgt het heel moeilijk er weer in. Meestal zo, hè? Maar het is nieuw. Dan komt het ook nog eens een keer door. Het is nieuw, dus ja. Maar wil het allemaal een beetje moeilijk gaan. Maar het maakt niet uit. Je komt er ten alle tijden. Toch? Ja. Zo. Nou, echt heel mooi zit het er niet meer in. Maar dan krijg je denk ik ook niet meer gedaan als we het voor elkaar krijgen. Maar in ieder geval, voilà, wat doet het er treffen toe? Wat voor dikkie. Ja, echt hè, wil je toch een beetje netjes hebben, dan krijg je niet echt gedaan. Nou ja, sorry belori. Nou, dat zeg ik al. Ik ben daar niet bedreven in. Ik ben weer goed in andere dingen. Ja toch? Ja. Nee, laat me zitten. Kijk, en dan kan je hem zo er weer aan hangen. En allemaal van dit merk. En ik word er niet voor gesponsord. Nee, helaas, was het me waar. Maar het is top. Ja, nou dan zullen we die er weer aan ophangen. Even kijken hoe dat zat. Dat moet daarop zitten. Zo. Voilà. Nou, en dan kan ik die andere riem eraf halen. En dan kan ik ze hier aan koppelen. Nou, we zullen even kijken. Kijk, en dan bedoel ik deze riem. Die kan er nou af. Dat is één. Dat is Elwing. Dit is
Rijka. En ik bedoel deze. Die kan eraf. Die leggen we even hier neer. Ja, wat is dat? Ja, wat is dat? Maar jullie komen maar aan één ring nu te zitten. Want ik moet het toch ook om mij heen hebben, hè? Anders moet ik erin stappen, daar heb ik geen zin in. Maar dan is het wel bij elkaar. Zo, dan omhoog, omhoog, omhoog. En dan is eerst Rijka weer. Ook eraan. Omhoog. En dan is het Elwing. Omhoog. Hup. Zo. En dan laat ik het straks wel weer zien als ik mijn jas erbij aan heb. Ja, dan laat ik het jullie gewoon weer zien hoe en wat. Zo. Haha. Deze kan ik als reserve gebruiken. Die bewaar ik gewoon, die gaat in de tas. Ik heb een speciale tas met spullen, allemaal van de hondjes erin. Ik heb wat lekkers voor jullie. Ja. Oh, allebei één. Oh, er zitten er drie in. Ook oneerlijk. Ook oneerlijk. Hé, nou kom maar. Zet jullie even hier neer en dan hoop ik dat jullie het kunnen zien. Daar hebben we Elwing. Kom mij ook eens hier. Kom eens. Zitten. Touwtje. Touwtje. Lekker, hè? Is het lekker? Ja, kom maar. Zitten. Zo. Ka. En Elwing. Lekker, hè? Ja, dacht ik. Potverdikkie. Zo, ja toch. Hebben die het ook weer genoten. Ja. Dan ga ik zo meteen mijn handen even wassen. En de boel een beetje opredderen. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ze zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed. En tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, daar ben ik dan weer eventjes. Ja, ja, ja. We zijn druk aan de schoonmaak, zeg maar. Karin hangt nog steeds aan de telefoon. Ook die is aan de schoonmaak. Ik ben aan de schoonmaak. Ik ben, nou, deze kant is al helemaal schoon. Ik heb de statief daar weggehad. Het bovenste plankje heb ik schoongemaakt, opnieuw ingericht. Dat heb ik schoongemaakt en opnieuw ingericht. Alles weggehad. Bovenop. Is alles schoon, 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 schoon. Ja, en ik ben nou met deze hoek bezig. Dat is al weg geweest, dat behoort daar. Dit stukje is al schoon. Ik ben met mijn scherm bezig. Dus ja, overal is er nou een beetje troep, 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 troep. Maar dat doet er niet toe. Nee, waar gewerkt wordt, komt ook troep. Ja, dat heb je nou eenmaal. En dat wordt ook allemaal gewoon weer opgeruimd. Ja, en ik zei toch, dat zakje waar die heupgordelies had, kun je gebruiken om troep erin te doen. Wat weg kan, nou, er zit al wat troep in, maar daar kan nog meer bij. Dus we gaan gewoon vrolijk door. Hé, Karin? Ja? Ja, zegt ze. Dus komt allemaal gewoon weer goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed en tot later.
Ja, lieve vrienden, ik ben trots op mezelf, ook op Karin, want we zijn de hele middag druk bezig geweest per telefoon. Ze heeft net opgehangen omdat ook Roderick thuis was, dus ja. Ik heb het helemaal klaar, ik heb mijn hele bureau leeg gehad, ook al die vakjes die ik daar heb. Ja, mijn medicijnen enzovoorts en achter mijn scherm ook nog allemaal nog vakjes. Heb ik allemaal leeg gehad en ik ben aan het poetsen en aan het bonnen geweest, etc. Dus alles is schoon en opgeruimd. Hoop erop ook weggegooid. Ik heb daar enkel mijn medicijnen, dat moet ik nog even wegbrengen. Dat mag ik niet meer gebruiken, dus dat heb ik even hier weer neergezet. Nou ja, dat heb ik bijna dagelijks nodig, dus dat blijft leggen. Dit wat er in dit tasje zit, is voor Karin. En dan heb ik hier nog een boekje. Dat moet ik voor mijn wasmachine moet ik nog even opruimen. Ik heb een leesbril van Chrissy. Maar dan moet ik even bellen. Want helaas, de oor is eraf. Ja, kan niet meer gemaakt worden. Want dat is met plastic. En het is een goedkoop brilletje van Vibrauszeeman. Want dat weet ik ervan. Waar ze hem vandaan hebben. Dus toen lag de oor op de grond. Maar oprapen, voordat ik dat vergeet. Dan hebben de honden dat weer. Althans, rekenen. Ze kunnen het zo nog gebruiken. Zo. Met één. Nou, dat gaat een beetje moeilijk. Maar oké, okay, het glas. Ja, dit is ook gebroken hier. Ja. Ook los. Dus dat is nog even, valt het glas er ook uit. Dus ja, ik moet Chrissy gewoon eventjes bellen of een e-mail sturen. Van als je weer komt, neem even een nieuwe leesbril mee, want je leesbril is cadeau. Ja, dus. Maar dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond, want het is al 6:30. Tijd om te eten, allang al voor jullie, voor mij nog. Ik heb net een bak koffie neergezet. Als ik dat op heb, ga ik met de hondjes uit en daarna ga ik ook eten. En ik heb het makkelijk, ben daar blij mee. Ik heb maaltijdsalade, dus dat is even het hele boel door elkaar heen in een plastic pan. Ik heb een rijstpan, daar gooi ik het dan allemaal in. Eventjes lekker door elkaar heen hutselen. Op het bord en eten maar. Ja toch? Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet! Ik vergeet jullie niet, vergeet mij ook niet. Kijk op dat i'tje dat bovenaan in beeld staat, zie je een i'tje. Klik daar eens even op. Je weet me nooit wat erachter komt te staan. Nee, is voor jullie verrassing, voor mij een weet. En abonneren kun je ook rechtsonder. Daarnaast, als je geabonneerd hebt, dan kun je gelijk ook op een belletje drukken. Dan blijf jij en jij en jij en jij daar achteraan. Allemaal op de hoogte wanneer YouTube weer een filmpje online zet. Makkelijk toch? Ja! Kind kan er wat doen, dus jij kan het ook. Ik zou zeggen, fijne liefdevolle avond. Verlaat op de avond. Gezond weer op welterusten natuurlijk eerst. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen vrijdag. Dan is het alweer de 23e. Dan gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot morgen. Doei. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn jas aan om met de hondjes uit te gaan. Ik heb de heupgordel op. En ik hoop dat ik het een beetje kan laten zien. Ja, passend. En dat zit hier, daar komen de hondjes aan. Hier hangt ergens een zakje. Dat is dat drinkersbakje. Maar ja, het zit er niet echt goed erin zoals ik dat wil. En dan heb ik hier ook. Aan die kant. We zoeken hier ook. Kijk, nog een zakje. Ergens. Ik weet ineens niet waar die zit. Ja, hier ook. Hier zit er nog een zakje. Nou, daar heb ik snoepjes in gedaan voor de hondjes. Dus ja, hey, snoepjes onderweg. Altijd lief zijn hoor. Ja, ze moeten wel hun best doen en luisteren.
Zo niet, ook geen snoepje. Nee, ze moeten luisteren. Dus ja, ik ben er verder klaar voor. Moet ik de woefjes nog in aankoppelen, want dat ligt nog daar. En dus dan kunnen we gaan met die banaan. Ze zeggen, ik kwam even terug om dit te laten zien en jullie te overtuigen dat je echt zoiets veel beter kan doen dan aan je handen. Dit is ideaal. En ik heb gelijk steun in mijn rug. Heerlijk. Oké, lieve vrienden, genoeg weer. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En dat zal morgen weer zijn. En dan hebben we ook onze Astrid weer. Onze huishoudelijke zorg. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En tot morgen. Doei!